U ziet ze vast wel eens rijden. De gemeentelijke medewerkers in de busjes met Samen in uw wijk van de gemeente Teylingen. Waar zijn die busjes eigenlijk voor? Ik ga langs bij de medewerkers van de buitendienst om die vragen te stellen. Gerard, jij zit dagelijks op die servicebus. Wat doet de servicebus eigenlijk? De servicebus is bedoeld om kleine meldingen, dus geen grote meldingen, op te lossen, te proberen op te lossen. En dat kan gaan over groen wat overhangt, over fietspaden, wat slecht gezien wordt door kinderen met oversteken. Het kan wezen dat er voor de ramen, voor de grootte van de mensen komt te hangen. Dus allerlei redenen om daar een melding van te maken. En dat gaan de mensen dan ook doen. Maar het kan ook wezen van een kadaver wat ergens langs de weg ligt. Alle dingen die niet horen in een gemeente qua beplanting wat niet goed is. Bestrating, riool, zwerfvuil. Dat zijn eigenlijk de dingen waar we de meeste meldingen van binnenkrijgen. Er is een melding binnengekomen met betrekking tot groen. Ik ga mee met de servicebus om een kijkje te nemen. Mevrouw van Egmond, wat vindt u nou van de dienstverlening van de gemeente? Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Dus als ik de ene dag bel, komen ze de andere dag kijken. En dan heb ik een gesprek met de meneer. En dan zegt hij, wat zijn de klachten? Dan zeg ik, nou, ik kan dus niet meer naar buiten kijken, want het groen is zo hoog. Dus ik zou het heel fijn vinden, als dat laag was, dat het iedereen mij zou zien zitten. Ik voel me hierbij, als het zo hoog is, heel onprettig. En als het laag is, dan kan iedereen mij zien. Dus wordt het ook voor mij veiliger, omdat de overburen mij dus ook kunnen zien. Ron, hoe reageren mensen nou als je bij hem voor de deur staat? Ja, de mensen die zijn gewoon verrast dat je eigenlijk zo snel al reageert. Ze kunnen er ei kwijt, want ze zitten met een klacht waarvan ze hopen dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Maar dat kan niet altijd. En ja, dan zijn ze toch, ze accepteren hoe je reageert. En je gaat gewoon samen met die mensen in gesprek. Hoe we het beste kunnen oplossen. En dat is de ene keer positief voor de burger, de andere keer kan dat negatief voor de burger zijn. Maar dat ligt ook aan de prioriteiten die er gesteld worden. Een melding openbare ruimte kan gemaakt worden via de website. Via de iPad krijgt de medewerker van de gemeente een melding binnen. Zo kan er snel en efficiënt gewerkt worden.